Tommy van Butselaar, ik ben 18 jaar oud, ik kom uit Breda, ik zit bij FC Utrecht en ik speel in de spits. Ik was denk ik 4-5 jaar oud toen ik begon met voetballen bij VV Baronie. Wat me echt gemotiveerd heeft om door te gaan met voetbal en om te beginnen met voetbal zijn denk ik wel mijn ouders, mijn broer, mijn opa, die elke training kwamen kijken, elke wedstrijd aanwezig waren. Toen ik na 6 jeugdopleidingjaren bij NAC heb gezeten, de overstap naar FC Utrecht moest maken, heb ik wel natuurlijk veel met hun gesproken. En ook met mijn zaakwaarnemer Ali Doelsom. Daar zijn we dan uitgekomen dat FC Utrecht wel een mooie stap was om te maken en tot nu toe is het goed uitgepakt. Ik train in principe elke dag, behalve op zondag. En woensdag hebben we ook nog wel eens vrij als ik niet mee hoef te trainen met jong. Op dinsdag en donderdag trainen wij 2 keer normale training en daarna nog krachttraining. Het heeft nu een tijdje stilgelegen door de corona. Ik heb wel doorgetraind met privé trainer Michael Dinsdag. Van jongs af aan zit ik al bij een voetbalschool, Soccer Upgrade van Monir Alfami. Daar heb ik in principe echt veel aan te danken, veel van geleerd. Wat ik echt belangrijk vind om voor mezelf te trainen is toch wel het afwerken. Want ja, spits zijn hoort natuurlijk wel doelpunten te maken, daar sta je voor in het veld. Mijn broer is keeper, die heeft ook 6, 7 jaar bij NAC in de jeugdopleiding rondgelopen. Zit nu bij Baronie, bij mijn oude clubje. Ja, het is ideaal natuurlijk als je broer een keeper is, kan je samen trainen. Maak ik hem beter en hij mij, dus dat is fijn. Wat voetbal voor mij betekent is eigenlijk alles. Altijd in het dagelijks leven, met alles wat ik doe, moet ik rekening houden met voetbal, school, alles. Ik zit op het Johan Cruijff College in Roosendaal, topsportenschool. Die houden rekening met mijn trainingstijden, wedstrijden, dus dat is allemaal goed geregeld. Ja, wat mijn uiteindelijke droom is natuurlijk wel het Nederlands elftal halen. Nu zo snel mogelijk mijn debuut maken bij Jong Utrecht. Dan doorstromen naar het eerste van Utrecht en vanuit daar een mooie stap maken binnen of buitenland. En vanuit daar verder.